Welkom bij Spurt Seniorensport in samenwerking met RTV Purmerend. Vandaag een les met een bezem. Of een stok, dat mag ook. Ik heb een schrobber. Gitaar. Zoek hem er even bij. Ik wens jullie heel veel plezier bij deze les. Succes! Oké, met een bezem of met een stok kan je prima dingen doen. Ik raad jullie wel even aan om even goed op te letten op de meubels om je heen. Of eventueel de lampen. We houden de stok voor ons en beginnen even met het draaien van het bovenlichaam. Draai maar los. Lekker muziekje op de achtergrond is altijd prima, hè? Draai maar los. We draaien eigenlijk om onze ruggengraat heen. Kom die rug goed los. Zet hem door. Zet hem door. Draai je maar. Goed zo. Nog vier. Drie. Twee. Oké. Zit hij een beetje los? Dan kanen we rustig langs het been. Rond. Zet hem maar in. Zet hem maar in. Kano maar rond. En rond. En rond. En rond. Goed zo. Vier. Drie. Twee. En marcheer, marcheer. Hou de stok maar bij je. Handen open. Kom op, zet door. Beetje meer benen. Lekker tempo. Prima. Nog vier. Drie. Twee. Oké, piet de stok maar aan. Naar de neus. Terug. Naar de neus. Terug. Prima. Zet hem in. Ellebogen zijn hoog. En we maken eigenlijk een soort hoek van 90 graden. Breng maar naar die neus. En in. En in. En ik vind het altijd prettig om door te blijven wandelen. Want dan krijgen we beneden ook wat. Een beetje conditie. Zet maar in. Laatste vier. Drie. Twee. Oké, kom staan. Er komt een zware. Hij is bij die neus. Gaat hoog. 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 Zet hem in. Til hem maar op. Omhoog. Hoog. Door. Hij hoeft niet zo laag. Hou hem op die 90 graden. Hou hem op die 90 graden. En niet verder dan horizontaal naar beneden. Zet hem in. Vier. Drie. Twee. Oké, en rust. We pakken even de handen om. We gaan een squat maken en bij die squat tikken we met de stok onder de knie aan. Wat is een squat? Billen naar achteren doorzakken en weer opstaan. Komt hij aan, tik aan. En terug. Tik aan. En terug. Iedereen op zijn eigen tempo. Tik aan. En terug. Tik aan. Goed die billen naar beneden. Tik aan. En terug. En tik. En terug. Nog vier. En terug. En drie. En terug. Twee. Goed hoor. En de laatste. Komt-ie. Omhoog. En terug. Omhoog. En terug. Omhoog, strek die ellebogen. En hoog. En terug. Op. En terug. Op. En terug. Kunnen we die twee combineren? We hadden hoog en squat. Hoog en squat. En op. En squat. Die stok gaat naar die schenen toe. Hoog. Billen naar beneden. Hoog. Billen naar beneden. Op. En weg. En op. En weg. Nog vier. Drie. Twee. Ja, goed. Prima. Even rust met die benen. Oké, dan plaatsen wij de stok voor ons. En het is belangrijk dat de stok of de bezem goed rechtop staat. Niet te veel erop leunen, het is eigenlijk je evenwichtspuntje. En als we andersom staan, ongeveer zo. En niet zo. Prima. Gaan we rustig aan tikken. En weg. Tikken en weg. Tikken en weg.
Oké, het been waarop wij staan, buigen we een beetje. En die voel je bibberen. Dat is dat evenwicht. Zoek het evenwicht. Niet te hard leunen op de stok. Nog 4, 3, 2. Wissel andere been. Kom maar staan. Wiebelen met die enkel. Tik maar voor, tik maar zij. Voor en zij. Voor en zij. Voor. Niet te veel leunen, hè? Laat die enkel zijn werk doen. 4, 3, 2. Oké, prima. Dan wordt de stok je beste vriend aan de zijkant. Ik zal oppassen dat ik het kalf niet een schopje geef. Zet hem neer, het binnenste been zwaait langs de stok. Ook hier geldt, hou die stok rechtop. Gebruik hem als steuntje, maar niet als volledig steunpunt. Dan kan hij wegschieten. Tik hem maar op en door. Op en door. Ja, maar juf, moet dat zo hoog? Nee, ieder op zijn eigen niveau. Tik hem op, op en door. Op en door. 4, 3, 2. Ja, wie van jullie heeft er een balletoefening van gemaakt? Gaat bijna vanzelf, hè? Andere been, komt-ie. Op en door. Op en door. Op en door. Prima. Kom op, zet hem door. Zet hem door. Been. En door. 4. 3. 2. En rust. We gaan even terug naar de andere kant. We tikken zachtjes. Dit is alleen maar een klein beetje evenwicht. De stok aan. Zachtjes, hè? Hij mag niet weg. Tik hem aan en terug. Tik hem aan en terug. Op. En op. En op. Op. Nog 4. 3. 2. Oké, andere kant, andere kant. Kom maar staan. Tik hem aan. Op. En op. Kleine stukjes. Op. En op. Omhoog. Kleine stukjes. Op. En op. Nog 4. 3. 2. En rust. Bij de volgende oefening is het echt belangrijk dat we die balans van die stok goed hebben. Zet hem rechtop. We stappen naar achter en we maken eigenlijk een soort van schredenstand naar achter. Zak maar in. En terug. Zoek het evenwicht. Zak in. En terug. Zoek het evenwicht. Zak in. En terug. Zak in. En terug. Buig die benen allebei. Maximaal 90 graden. En door. Buig in. En door. Buig in. En door. En buig. En door. Buig. En door. Nog 4. 3. 2. En de laatste. Prima. Oké, een vaardigheidsklusje. Pas op het plafond. Afhankelijk van de hoogte van het plafond. We houden hem zo laag mogelijk vast. Met één hand. In 10 stapjes laten we de stok naar beneden vallen. Controleer, hij mag niet vallen, hè? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nu in 3 stappen weer terug. Strek die arm maar. In 3 stappen weer terug. Niet tegen het plafond, maar die hand gaat omlaag. 1, 2, 3. Blijf strekken. Laat maar zakken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. In 3. Hop, hop, hop. Oké, hier zit het puntje. Hij gaat in 1 keer naar beneden. Strek die arm en vang hem op. Hop. Prima. Andere arm. Gaan we weer, hè? Ik begin laag. Deze arm is lastiger, hoor. In 10. Hop, hop, hop. 7, 8, 9, 10. In 3 stappen. Blijf strekken. 1, 2, 3,
Let op de lamp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. In 3. Hop, hop, hop. Blijf strekken. Hij gaat in één keer naar beneden. Hop. Oh, niet gehaald. Nog een keertje. Hop. Goed zo. Oké, pak hem maar weer vast. En we marcheren door. Ik dacht, ik moet nog een keer over. Dan mogen jullie ook proberen daar. Oké, wandel maar door. Zo, we zijn er bijna. Pak hem maar even wijd vast. Pak hem vast. Voeten uit elkaar. Ik trek nu aan de hand die het laagste is. Haal hem maar door. Ik vraag niet veel, alleen maar trekken. En de andere kant. Voel hem rekken aan de zijkant. Trek maar aan die stok. En wissel andere kant. Trek maar aan die stok. En als laatste deze kant. Prima. Oké. Stok in mijn linkerhand. Hak in de grond. Mijn standbeen, smokkel even bij, is licht gebogen. Stok staat rechtop. Billen naar achter. Trek die tenen naar je toe. Dit is ons evenwichtspuntje, niet onze reddingslijn. Kom erop, billen naar achter. Rug is hol. En die rekt in de knieholte. Voelen jullie dat? Wissel andere been. Stok naar de andere kant. Stok staat rechts. Rechterhiel in de grond. Billen naar achter. Tenen naar je toe. Rug is hol. Met deze rug voelen we niks. Rug is hol. Oké, prima. Dan zetten wij de stok relatief ver weg van de voeten. Ik hou hem goed vast. En je hangt in je schouders. Naar beneden goed vasthouden. Voelen jullie dat? Dit is een hele prettige manier van rekken. En kom maar rustig omhoog. Oké. Ik leg hem even neer. Even rustig losdraaien. Goed gewerkt vandaag, dames en heren. Rondje om. Tot de volgende keer.